Okidokie, toch nog een daily challenge vandaag. Waarom ik dat zeg? Omdat vanochtend was hij gewoon simpelweg gebukt. Hij liet mij het niet doen. Dus ja, dat zorgde het er heel snel voor dat het, dat het niet doorging. En toen heb ik voor de zekerheid heb ik een Diverse World opgenomen. Die zal ik waarschijnlijk dan vanavond posten. Anders bewaar ik die en komt het gesprek heel vreemd overheen. Ik heb nog een andere Diverse World zelfs nog achter de hand van veel langer geleden. Maar ik weet niet eens meer wat ik daar zeg. Dus we zullen wel zien wat het wordt. Nee, ik wil niet terug. Ik wil vooruit. Ik wil zien waar dit is in Zweden. Want dit zal zeer waarschijnlijk wel Zweden zijn. Alleen de vraag is waar natuurlijk. Waar in Zweden gaat dit zijn? Ik hoop in ieder geval ergens een bordje of zo tegen te komen. Dat zou echt gewoon mega briljant zijn, zeg maar. Ik kan ook gaan vertellen over mijn ronde van de Diverse World. Maar ja, dat heeft niet echt heel veel nut. Want dan spoil ik wat er aankomt, zeg maar. En ik denk niet dat dat zo freaking fantastisch is. Zo, ik struikel over mijn eigen woorden. Hallo. Oké, Arkelstorp. Een van deze zal toch wel zichtbaar zijn. We gaan gewoon ergens lekker onderaan beginnen. En dan hoop ik maar dat ik het gewoon tegenkom. Want ik zou zeggen dat hij het hier ergens of zo zou zetten. Weet je. Arkelstorp, Vilshult. Waarom daar? Ik heb geen idee. Ik gooi hem maar ergens weg, weet je. Want, ik wou zeggen, dit is. Maar dat is anders. Dat is anders! Torp. Je weet wat we zeggen, hè? Wat ik zeg. Als het op elkaar lijkt. Oh, hallo. Dat is een beetje te veel van de goeie. Dan zou het wel eens bij elkaar kunnen liggen. Waarom heb ik het idee dat ik Vilshult ergens gezien heb net? We zullen wel zien. 110 kilometer. Oh wauw, het zat echt nog veel verder zuidelijker. Holy hell. Dat had ik echt niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik denk echt van, weet je. Een beetje. Ik kon wel zien dat het niet super mega uber zuidelijk was, om het zo maar te, of noordelijk was, maar ja, weet je, dit vind ik nou ook niet altijd meer te zeggen. Even kijken, misschien County Way. Ik hoop eigenlijk dat misschien een van die bordjes mij kan vertellen. Nee, dat is geen vorm van een staat, denk ik. Hè? Nee. Ik zou niet eens weten welke staat het zou moeten zijn. Als W voor een staat staat, wat hebben we dan? Hebben we Washington, Wisconsin, Wyoming. Iowa. Ik heb geen idee. Ik zal het zo zeggen. Ik denk niet dat dit Washington is. Laten we dat zeggen. Dit zou makkelijk een... hoe heet het? Een veld voor de Mayas kunnen zijn. Zullen we eens een Iowa weggooien voorlopig? Dat zal in ieder geval het goed doen. Oké. Ik ben benieuwd waar ik terecht ga komen. Op zich is dat wel vrij belangrijk, enigszins.
toch wel. Oké, laten we eens kijken. Ja, ik heb echt... Wat ik zeg, dit zou echt wel heel makkelijk Iowa kunnen zijn. Als die velden inderdaad Myers normaal gezegd hebben. Why not, weet je? Ik bedoel... nee, ik denk niet dat die vrachtwagen dat die ook maar enigszins informatie heeft van waar dit zou kunnen zijn. Ik bedoel, het zag eruit als een soort van... ja, ik wil niet dump truck zeggen, want dat is niet goed, maar een... nou, dump truck is wel goed. Maar ik bedoel, er zal geen informatie op staan welke staat dat het is, waarschijnlijk. Zullen zien dat het er waarschijnlijk wel op staat deze keer, maar goed. Het is zoals het is. Yeah. Dit is ergens op het boerenland in ieder geval. En wat ik zeg, het ziet er uit alsof dit Iowa kan zijn, dus... Nee, en nee, natuurlijk, de W in de weg staat niet voor een staat. Dat zal waarschijnlijk gewoon voor de W-weg zijn, of de W, weet ik wat. Weet ik wat. 4000. Ah, het was Wisconsin. Toevallig dan net een W-staat, maar... Dat zal het niet zijn. Oké. Ja. Dit gaat waarschijnlijk Engeland zijn. Waarschijnlijk, zeg ik. Ik ga deze kant op, omdat ik een bordje zie. Grimsby. Grimsby. Waarom klinkt dat zo bekend? Is dat een Diana Princess of Wales Hospital? Nou denk ik dat er wel meer mensen, of in ieder geval dingen zijn met een... Princess of Wales iets in ieder geval, weet je. Boston. Is dat de A16? Laten we duidelijk zijn. Dit zal niet Boston in Amerika zijn in ieder geval. Ik weet dat de Boston ergens... Waar is dat ook alweer? Ik ben vergeten... Hier, hier zit Boston. We hebben een Grimsby ook. Hier zit Grimsby. Hey. Nou, waarom ik dacht dat dit sowieso Grimsby was, omdat het Hospital Grimsby zei. Dus wat dat betreft... zou dat wel logisch zijn? Ik ga naar het noorden toe. Dus dan zou ik... op deze weg gezeten hebben, denk ik. Even kijken, want dat is het ziekenhuis. Wat is dit? Nou, dat staat te koop. Ik dacht dat het niet van een winkel of zo zou zijn. Alhoewel. Nee. Kun je bevestigen dat het Grimsby is, misschien? Nee. Het ziet eruit als vrij grote huizen. Hallo. Mag ik inzoomen van jou? Nee, niet inzoomen. Ik zou zeggen dat ik hier ergens ben. Denk ik. Maar dat is echt pure gok op... niks gebaseerd, eerlijk gezegd. Dus... puur omdat ik hier die afslag zie naar het Princess of Wales Hospital. Maar... voor de verre heb ik ook echt totaal geen idee, zeg maar. Dus ja, we zullen zien. 5000, dus ik zat gewoon goed. Dat is mooi. Ja, nogmaals, ik kon wel verder gaan bewegen, maar weet je, dat is... verder dan dit kwam ik toch niet. Dus... Oké, dit is... Canada of Amerika... Oh ja, nee, tuurlijk.
Ik wilde absoluut niet vooruit. Oh, ik mag niet eens die kant uit. Oké, top. Ik kan niet lezen wat erop staat. Zo misschien wel. Climor en Glassville of zoiets dergelijks. Als dat inderdaad veel zegt, dan. Dan zou dat in ieder geval kunnen wijzen op het feit dat dit wellicht Canada is. Vanwege het Franse. Maar dat wil ik wel eerst bevestigd zien. Want als het Glymour is, dan kan het net zo goed ook iets anders zijn. Dus. Waar kan ik dat het beste op zien? Nou ja, als ik nog een keer een bord tegenkom natuurlijk. En als ik natuurlijk een snelheidsmeterbord zie. Hallo. De zon is een beetje Glassville, Bristol. Oh, hallo. Dat is een heel ander bord dan het net was. En het helpt me nog eens beter ook. Oké. Wat was het? Glassville, Bristol. Ik zie hier Bristol staan. Centerville. We gaan nog eens even. 107. Dit is weg 107. Nou, dan zou het kunnen dat we natuurlijk op een weg zaten richting de grens. Waar hebben we 107? Hier hebben we 107. Gaat die hier verder door? Nee, dit is 110. Laten we even kijken of we daar terug kunnen komen. En dan of we kunnen zien wat deze aangeeft. Glassville en Bristol. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat dit inderdaad een goede Bristol is. Als dat op 107. Dit is Glassville. Dus dan zou je denken dat we op deze weg gezeten hebben misschien. Het zou wel kunnen. Ik weet niet of dat een. Dat is een weg ook. Dus dat zou wel overeenkomen met dit hier, denk ik. De tijd is op. Ik was niet anders opletten. Ach ja. 15 kilometer, top. Wel fijn dat het bord gewoon poef verandert zo van hallo. Kijk mij eens. Ik geef je informatie die je nodig hebt. Ik hoop dat ik ook zo'n bord hier tegenkom. Want ik ben bang dat dit. Ja. Een beetje. Een blinde gok gaat worden, zeg maar. Tenzij ik echt iets heel duidelijk tegenkom. Want dit kan Oklahoma zijn. Dit kan Kansas zijn. Oh, stop. Please, ga niet door. Sorry. Crap, hoe ver ben ik doorgegaan? Nou, hier staat het bordje. Ik bedoel, normaal gezegd ben ik niet echt van om terug te keren, maar ik ben bang dat dit wel eens het enige. Het enige bordje kan zijn waarbij ik wat degelijke informatie kan vinden, zeg maar. Zal je zien dat er iets staat van. The Church of Tomorrow. Zoiets of zo, weet je. Soms dan staat er nog wel eens een staat bij, maar. Kijk, dat bedoel ik. United Methodist Jude. Daar was ik al bang voor dat het gewoon compleet geen informatie zou geven. Ja. Wat we gaan doen is, we gaan eens de andere kant op. Want ik ben bang dat ik hier vrij weinig informatie ga aanschrijven voor de rest. Ben ik van rijstrook veranderd toen net? Dat moet wel, want ik reed toen net ook al deze kant op. En dit is echt de andere kant op. Maar ja. Oeh. Bordje.
Tourist. Kom op. Geef me tourist activities. Nee. Helaas. Oké. Als ik dat zie, dan ga ik zitten denken of dit wellicht niet. Oké, wacht even, wacht, wacht. Oeh, zag ik daar. Ja. Ik zag daar Nebraska staan. Nebraska. En dan gaan we eigenlijk Lexington. Oh, hey, hallo. Lexington. Dat is ook gewoon fijn dat als ik inzoom, dat ik gewoon. Plof, Lexington zie. Weet je, ik laat hem gewoon aflopen. Ik heb. Het zou deze weg kunnen zijn, in principe. Maar. Kan het? Nee, want ik ga naar het zuiden. We zullen zien. 3 kilometer. Nou, dan zal ik in ieder geval dichtbij in de buurt genoeg. Jezus. Weer laat, hè. En weer een goede score. Dus misschien moet ik het vertaal maar gewoon laat doen. Holy shit. Ik sta zelfs gewoon met 23.000 sta ik zelfs gewoon buiten de top 100. Holy shit, zeg. Waar heb ik het echt laten liggen? Dat is die in Iowa. Ach ja, het zij zo. Maar goed, dat was hem dan voor vandaag. En dan zeg ik hopelijk tot morgen.